voor de zieken, voor de armen, voor de mensen met verdriet. Voor het kind dat blijft proberen, maar toch denkt het lukt me niet. Voor de zwerver die moet zwerven en geen plek heeft waar hij hoort, is er altijd nog die ene en die roept kom maar. Steeds mis voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is. Voor het kindje dat nog nooit van trouw of liefde heeft gehoord, is er altijd nog die ene. Welkom in deze morgendienst. U hier in de kerk of u die later meekijkt of meeluistert. En een speciaal welkom aan iedereen die via de lokale omroep Heerde deze dienst met ons meebeleeft. Namens de kerkenraad mag ik u de volgende mededelingen doorgeven. In de afgelopen periode zijn er veel gemeenteleden ontvallen. In deze dienst herdenken we 3 gemeenteleden. Albert Kloeseman, Eva Kieskamp, mevrouw van Elburg-Oosterloo. In de gemeentebrief van deze week staan de namen van de gemeenteleden die onze zorg en aandacht nodig hebben. Omzien naar elkaar, in welke vorm dan ook, wordt altijd erg gewaardeerd en als bemoediging ervaren. De eerste collecte van vandaag is bestemd voor de gemeente en de tweede collecte voor hulp voor Corona Afrika. Na afloop van de dienst wordt bij de deur de collecte gehouden en gaat geen collecte rond tijdens de dienst. Vanmiddag om 3 uur is de eerste doopdienst die online wordt uitgezonden. Ties van Wegel ontvangt dan de doop. Vanavond is er hier de Zingt op Zondagdienst. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst online mee te beleven. Na de avonddienst gaan de bloemen als groet en ter bemoediging namens de gemeente naar mevrouw Johanna Huizinga, Gerard van Velde, passage 3. Tijdens deze dienst kan er niet hardop worden gezongen, maar wel met ons hart. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede en gezegende dienst toe. En als teken van Gods aanwezigheid steken wij de paaskaars aan. En in Gods huis mogen we met God beginnen. Ik vraag u om te gaan staan.
We beleiden dat onze hulp van God komt. Van de Heer die hemel en aarde en ook ons maakte. God die trouw en betrouwbaar is door alle tijden heen. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Namens die God mogen we elkaar groeten. Genade van onze God. Liefde van de Heer Jezus. Hij is onze heiland. En we verwachten het van de Heilige Geest. Amen. Geprezen zij God. Een lied dat zoveel zegt. We gaan het horen zingen en ons hart zingt mee. Zullen we samen gaan bidden. Wij brengen u de glorie, Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u dat we hier op zondag even met een kleine kring samen kunnen komen. Om de lofzang gaande te houden. Want ons hart zingt van vreugde, maar ook van dankbaarheid. Dat u in tijden van zorg en van verdriet en gemis zo dichtbij ons bent. U kent de wereld, want de wereld is in uw hand. U kent ons mensen, alles wat we meemaken, wat we beleven. Het is u bekend en u draagt ons in het leven, van de dag naar de volgende dag. En we danken u dat we ook nu op u mogen rekenen en mogen vragen, kom in ons midden. Geef ons een goed moment van samen zijn in uw buurt. Zegen de woorden die worden gelezen en worden overdacht. Laat de liederen die voor ons worden gezongen in ons hart resoneren. En dat het ook ons lied wordt. En dat het ook onze woorden mogen zijn. En zegen u allen die zich met ons verbonden weten. Door beeld en techniek, nu of later. Want u bent een zegenende God. Uw geest, die raakt ons. En die bereikt ons, wie we ook zijn en hoe ons leven er ook uitziet. We loven u, we prijzen u en we danken u in Jezus' naam. Amen. Fijn dat de Bijbellezers er ook weer zijn en dat Renolda voor ons vanmorgen de Bijbel gaat lezen.
mag met u lezen uit het Oude Testament, Exodus, hoofdstuk 25, de versen 10 tot en met 22. Exodus 25, vers 10 tot en met 22. Laat van acaciahout een ark maken. Een kist van 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Overtrek die met zuiver goud, zowel van binnen als van buiten. Aan de bovenkant moet je rondom een gouden sierlijst aanbrengen. Giet 4 gouden ringen en bevestig ze aan de 4 poten. 2 ringen aan elke kant van de ark. Maak draagbomen van acaciahout. Verguld ze en steek ze door de ringen aan weerszijden. Zo kan de ark gedragen worden. De draagbomen moeten in de ringen blijven. Ze mogen er niet uitgehaald worden. In de ark moet je de verbondstekst leggen die ik je zal geven. Je moet ook een verzoeningsplaat maken van zuiver goud. 2,5 el lang en 1,5 el breed. Maak aan de beide uiteinden daarvan een gerub. Eveneens van goud. 1 aan het ene uiteinde en 1 aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn. De 2 gerubs moeten 1 geheel met de plaat vormen. Ze moeten tegenover elkaar staan, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd. En hun vleugels moeten gespreid zijn, zodat ze zich daar beschermd over uitstrekken. Leg de verzoeningsplaat op de ark. Leg de verbondstekst die ik je zal geven in de ark. Daar zal ik je ontmoeten. En vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de 2 gerubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. Tot zover de lezing van morgen. We luisteren nu naar Heer, wijs mij uw weg. Heer, leer mij uw wil.
Laat van acaciahout een ark maken. Daar zal ik je ontmoeten en met jou spreken. Lieve mensen, gemeente, Gods volk, Israël, is onderweg. Ze zijn weggetrokken uit Egypte en het doel, de eindbestemming, is het beloofde land. Niemand van die mensen heeft dat land ooit gezien. Nee, dat kennen ze uit de verhalen. De verhalen van hun ouders, van hun grootouders. En het verlangen is al die tijd gebleven. Ze zaten 450 jaar als gevangenen opgesloten in dat Egypte. Nu had God aan Mozes en in Mozes aan dat hele volk beloofd: jullie mogen naar huis en ik ga met jullie mee op reis en ik zal er in al jullie omstandigheden voor jullie zijn. En de naam van God had hij daaraan verbonden, aan die belofte. Ik ben die ik ben, betekent Gods naam. Oftewel, ik zal er altijd voor je zijn. God is dus altijd in jouw buurt. En we leven en we wonen en we werken niet zonder dat er van ons gehouden wordt. En we zijn niet ongekend in deze ingewikkelde en ook nu zieke wereld. Nee, er is een schepper, er is een vader, Abba, Vader in de hemel, en die zorgt. En mensen, wij ook onderweg in een woestijn, mogen in die woestijn ook een plekje zoeken waar je soms even speciaal aan God kunt denken. Maar voor de Israëlieten werd dat toen niet een imposante kerk. Geen kathedraal. Maar een simpele tent. Een eenvoudige tabernakel. Een draagbaar heiligdom konden ze opbreken en weer verder meenemen. Helemaal passend bij een God die met je meetrekt. Natuurlijk, we weten, je kunt God overal ontmoeten. In de schuur, in de keuken, op zolder. Maar toch zijn er ook heilige plaatsen voor stilte en voor gebed. Plekken waar je nog extra kunt luisteren en soms kunt leren. Plaats van ontmoeting met God. En eigenlijk heb je die plaatsen zo nodig. Die plaats heb je nodig om hier beneden het visioen en de woorden van boven vast te houden. Dat verklaart waarom mensen in deze coronacrisistijd de kerk en de kerkdienst, het samenkomen op zondag met anderen, zo missen. Dat hebben we ook gemist. En ook toen er momenten waren van afscheid. Afscheid van ook jullie geliefden. En je niet eens hier samen kon komen. Niet hier in de kerk, in Gods huis. En als iets er niet is, dan realiseer je soms nog meer dan anders de waarde van dingen. Nog meer dan gewoon. Dat is met wegvallen van mensen natuurlijk nog sterker. Het lijkt allemaal gewoon en vanzelfsprekend. Maar hoe anders is het in huis, in je familie, zonder je man, je vader of je opa, zonder je vrouw, je moeder, je zus, zonder je oma, zonder die speciale mens. Maak een eenvoudig kistje, hoort Mozes. En laat dat in het heiligdom het centrale punt zijn. Het is maar klein. Een Bijbelse L is een halve meter. Dat betekent dat het kistje 1,25 meter bij 75 en 75 centimeter was. En wat zit erin? Nou, volgens het gelezen gedeelte alleen maar de verbondstekst. Je zou kunnen zeggen, de 10 geboden.
De stenen tafels waarop Mozes de afspraak van God met het volk de Horeb heeft vastgelegd. Ja, in het Nieuwtestamentische boek Hebreeën staat dat er ook een kruik met manna in lag en de staf van Aaron die ooit bloeide, of ze er hebben voorgelegen, dat kan ook. Maar die attributen, die stenen tafelen en die kruik en die staf maken eigenlijk allemaal duidelijk dat het gaat om een God die met je meetrekt. Die voor je zorgt en jou de goede adviezen geeft, die 10 woorden, die 10 geboden. En die maakt dat je elke dag kunt leven, die kruik met manna, het was er elke dag. Hè? En dat er mensen zijn op je weg bij wie je terecht kunt. De priesterstaf wijst naar de priesters die er waren en zijn. Die ark wordt ook wel het voetenbankje van God genoemd. En zoals een wijze opa of oma bij ons hun eigen voetenbank heeft of hun stoel hebben, als teken van welkom, eerbied, respect, zo was en is de ark teken van Gods aanwezigheid. In alle eenvoud, wat een krachtig en veelzeggend symbool. En mooi dat er zoveel aandacht is voor het beschrijven van die draagstokken van die ark. Want je moet namelijk niet denken dat wij God in onze broekzak hebben. Dat je maar kunt doen en laten en zeggen wat je wilt. Wij moeten met onze handen van God afblijven. En doe je dat niet, dan zijn de gevolgen heel groot. Je kunt God ook niet vastleggen in een document, een geschrift, niet in een dogma of in een belijdenisgeschrift, of beperken tot regels. Israëls God trekt met je mee. Hij reist door de tijd, door het leven. Met deze God zijn ook wij steeds onderweg. En niets ligt vast. En niets staat vast. Hij is de God van pelgrims. Van mensen die hier geen vaste woon- of verblijfsplaats hebben, maar wel weten van een beloofd land. Zo namen jullie, familie, ook afscheid van een geliefde. Eigenlijk onverwacht. Soms ging er een ziekteproces aan vooraf, maar dan nog. Soms was er een gezegende leeftijd. Maar de pijn, het verdriet, het gemis, dat blijft. Maar wel in de zekerheid, Gods kinderen komen thuis. Hebben een beloofd land, dat neemt de pijn niet weg, ik weet het, maar het geeft troost. Ze hebben hun bestemming bereikt. Waar is die ark, dat kleine kistje nu? Er gaan allerlei verhalen. Dat het zoek geraakt is naar de verwoesting van Jeruzalem, inclusief de tempel toen. Er zijn verhalen dat het ergens begraven ligt onder de tempelberg, dat het nog gevonden gaat worden. Waar zou die ark toch zijn? Aan de ene kant jammer dat het er niet is, aan de andere kant een zegen. Want we kunnen soms ook maar moeilijk met tastbare dingen omgaan. Dan gaan we dat soms ook groot, te groot maken. Met dat heilige kistje heeft Israël ook al eens zo hier en daar dingen gedaan die niet deugden. Toen hebben ze dat kistje op een kar gezet voor het leger uit. Ze dachten, dan komt het vast goed en dan winnen we wel de strijd. Maar je kunt God niet voor je karretje spannen. Bij die opdracht voor het maken van die ark valt mij op het accent dat er staat, dat God zegt, en daar zal ik jou ontmoeten. En daar wil ik met jou spreken. Mooi hè, dat God dat zegt. Hij is een God van ontmoeting. Hij is een God van persoonlijk gesprek. Daarom kom je zondags ook hier in dit huis. Om te luisteren naar woorden die voor ons worden gelezen. Daarin spreekt God toch? En ook in de stilte. In de muziek,
In de liederen. Dan word je toch in en door aangesproken. Zo fijn om weer even hier te zijn. Om elkaar face-to-face te zien. En over een poosje ook weer naar elkaars omstandigheden te kunnen informeren. Dat moet nu allemaal nog op afstand. God vindt het zo fijn dat we naar hem vragen. En dat we ons hart voor hem uitstorten. Want daar gaat het God om. Daar is het kistje, die ark, alleen maar een hulpmiddeltje bij. Maar het hielp wel. En wat mooi dat zoveel mensen, nu ze geliefden moeten missen, opnieuw spreken over de waarde die iemand blijft houden in hun leven. En over wat het betekent dat je deel uitmaakt van een grotere geloofsgemeenschap. Van een kerk waar je samen huilt en samen bidt. En een arm om elkaars schouder kunt leggen. Zo houden velen graag met jullie het afscheidsmoment bijgewoond. Jullie een hand gegeven, geknuffeld, getroost. Nu was dat op afstand. De kaart, de app, de mail. Maar voor ons allemaal staat en blijft. God is dichtbij. En Jezus gaat voor op ons levensspoor. Want hij is de ark van God. En God is in alles, elke dag, je heel dichtbij. Amen. We gaan dat lied luisteren. Jezus, ga ons voor.
mag ik jullie vragen om te gaan staan. Op woensdag 25 maart is na een intens gevecht voor zijn leven en de gevolgen van het coronavirus overleden onze broeder Albert Kloezeman. Hij werd op 23 april 1940 in Epe, Noordel, geboren. Een gezin van 9 kinderen. Ab zou in april dus 80 jaar zijn geworden. Na de landbouwschool ging hij werken bij Riethandel Brasje. Later ging hij bij de gemeente Heerde aan de slag in de plantsoenendienst en daarna als beheerder van de begraafplaats. In de avonduren was Ab Kloezeman reservist bij de politie. Op 7 april 1967 trouwde hij met Minnie Leurink. Er werden 2 dochters geboren, Inge in 1969 en Jacqueline in 1972. Later mocht hij de trotse opa worden van Pascal en Maarten. Ab Kloezeman was een man die positief in het leven stond, humor bezat en een doorzetter genoemd kan worden. Altijd bereid om andere mensen een handje te helpen. In 2007 besloten Ab en Minnie lid te worden van onze gemeente. Het gezin van dochter Jacqueline volgde. Na een herseninfarct veranderde er wel het een en ander en is Ab nooit meer de oude geworden. Toch genoot hij samen met zijn vrouw van de dingen die er waren en de dingen die ze konden. Ab was gelovig, niet een man van veel woorden en al helemaal niet van vrome praat. Door zijn werk op de begraafplaats wist hij van de betrekkelijkheid en de eindigheid van het leven en sterkte hem dat in het vaste vertrouwen dat er op deze aarde een hand is die ons leidt. Aan die God, die we Abba, Vader mogen noemen, hebben we Ab toevertrouwd. Toen hij ten gevolge van het coronavirus maar zo kort in het ziekenhuis was. En ze daar hebben gedaan wat ze konden. Helaas zonder het zo gehoopte resultaat van genezing. We hebben het lichaam van Ab op 31 maart aan de aarde toevertrouwd. In de wetenschap dat Ab thuis mocht komen. We bidden voor zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen. Terwijl de familie de naam inschrijft, daarna de steen op de glasplaat legt, gaan we luisteren naar dat mooie lied Abba, Vader, U alleen.
Op 31 maart mocht Eva Marie Alexandra Kieskamp haar leven teruggeven aan haar schepper en bij hem thuiskomen. Eva werd geboren op 10 juli 1969 als vijfde kind in het gezin van Harm Kieskamp en Annie Slijster. De bevalling vond plaats in de Borggraven aan de Kerkdijk. Dit huis was destijds een bejaardenhuis met ook een kraamkamer. Eva was de jongste en had 1 zus, Agnes, en 3 broers, Henry, Herman en Walborg. Eva moest zich staande houden, maar was slim en pittig genoeg om dat te kunnen. Haar moeder noemde haar soms een wiesneuze. Eva maakte op eigen wijze haar keuzes. Dat is ze altijd blijven doen. Ze toonde lef en moed om voor grote veranderingen te kiezen. Eva en Cor leerden elkaar kennen op de middelbare school. Ze maakten deel uit van een vriendengroep die naast de lokale omroep ook privé veel met elkaar deelde. Een vriendschap die steeds hechter werd. Als vriendschap liefde wordt, schreef Eva op de trouwkaart waarmee Cor en Eva hun huwelijk in 1996 aankondigden. Ze kregen 2 kinderen. In 1998 werd Manon geboren. In 2001 Lilith Vincent. Eva was een gedreven moeder in het doen van wat zij dacht dat de kinderen nodig hadden. Diezelfde gedrevenheid had ze ook voor andere dingen. Eva hield van muziek en heeft als zangeres vaak solo gezongen, maar ook opgetreden met haar countryband Tis Wat, het madrigale dubbelkwartet Nos Tantum en Expecto. In 2011 werd Eva ziek en doorliep ze een lang traject in de hoop op genezing, een zware weg. Die genezing leek ook het geval te zijn tot de ziekte terugkwam in 2017. En via haar blog maakte ze mensen deelgenoot van de weg die ze ging. De laatste periode van haar leven bracht Eva door in Katwijk als ze niet op reis was naar Kenia, Mexico of Australië en vrijwilligerswerk deed op Lesbos. Door de dammen was Eva in contact gekomen met mensen in Katwijk waar ze erg op gesteld raakte. De kustplaats trok haar. Ze vond het er heerlijk over het strand te wandelen, vanuit haar kamer het zand en de zee te zien. Eva was ook een verbinder, altijd nadenkend over wat er beter kan en hoe dingen anders zouden kunnen. Eva gaf anderen de kans en de ruimte om te laten zien wie ze zijn en te doen en te worden wat ze willen. Op dinsdag 31 maart is Eva thuisgekomen. Eva was gelovig en wilde haar weg gaan in het vaste vertrouwen op God. In al die jaren van onzekerheid is God haar steun en haar toeverlaat gebleven. Ze gunde anderen datzelfde houvast. Al had ze geleerd daarin bescheiden te zijn als het om delen ging. We gaan verder met een lege plek, zonder Eva, en zullen allen op onze eigen wijze haar gaan missen. We hebben Eva's lichaam op 7 april naar Engelmanskamp gebracht, waar we in kleine kring samen waren en waar ook de trompet klonk, eens als de bazuinen klinken. Terwijl de familie haar naam inschrijft en ook de steen op de plaat legt, gaan wij luisteren naar het lied Ik sla mijn ogen op naar de bergen, de verwoording van Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar u, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van u, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer, die ook.
zon of door maan. U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u. In de vroege ochtend van 17 april overleed op 96-jarige leeftijd onze zuster Jacoba Gesina Nische van Elburg, Oosterlo. Kobi Oosterlo is in 1924 in Apeldoorn geboren en heeft haar jeugd doorgebracht in het spoorhuisje van Assel. Haar vader werkte bij het spoor. Ze was enig kind en is wel 14 keer verhuisd. En kwamen uiteindelijk toch weer in Apeldoorn wonen. In de oorlog in 1944 trouwde Kobi met Jan van Elburg en werkten ze enkele jaren samen in hun slijterij aan de Asselse straat. Ze kregen drie kinderen, Nettie in 1948, Jan in 1950 en Herman in 1953. Opa en oma Oosterlo kwamen inwonen en ook later konden ze kostgangers vestigen. Zuster van Elburg hield van mensen, van gezelligheid en iedereen was welkom en kon mee eten. Ze was erop gesteld om er netjes uit te zien
En toch was ze niet alleen bezig met die buitenkant. Ze zorgde ook goed voor haar ziel. Haar geloof, de kerk en de Bijbel waren voor haar belangrijk. In 1995 overleed haar man, jullie vader en opa. Door het leven veranderde. Ook het overlijden van zoon Jan in 2013 had grote impact op haar leven. Ondanks allerlei zorgen telde ze haar zegeningen. Was ze vooral dankbaar en blij met wat ze had en liet ze de tijd niet kleuren door wat ze miste. Tot op hoge leeftijd was ze vitaal en genoot van de dingen, ondernemen en van haar gezin. In 2005 werd zuster van Apeldoorn samen met meer Apeldoorners lid van deze gemeente. Als het maar even kon, kwam ze op zondag met Nettie en Leo mee, want ze hield van zingen, van koorzang en zou bij een zangdienst niet gauw ontbreken. Zo was ze ook in december, jongstleden nog, bij het concert van de lofzang en sign in de Lolaankerk in Apeldoorn. Met veel genoegen woonde ze de laatste tijd in Talmaborg. Dat was omdat ze die zorg nodig had. Helaas heeft ook het coronavirus een rol gespeeld bij het levenseinde. Dat ze de laatste weken geïsoleerd in haar appartement moest zijn en geen bezoek mocht ontvangen, begreep ze niet en is haar zwaar gevallen. Ook viel het de kinderen zwaar, niet op bezoek te mogen. Zuster van Elburg had een sterk geloof en was niet bang voor het einde, omdat ze naar huis ging. Op 17 april kwam die laatste verhuizing en in een kleine kring hebben we afscheid genomen in het afscheidshuis van de Oversteek, om samen te danken voor haar leven. Daarna vond de crematie plaats. We danken de Heer voor het lange leven van deze lieve vrouw. Ze zal gemist worden. En terwijl we luisteren naar een voor haar zo geliefd lied, Er is een God die hoort, gaat de familie de naam inschrijven en ook de steen op de glasplaat leggen. Thank you.
In ons gebed mogen we tot God gaan en op de gemeentebrief staan de namen van Noor Rogema, die nog een paar weken te gaan heeft voor haar laatste chemokure. Haar moeder, Danielle, was ook in het ziekenhuis. Er moest nog een tweede operatie zijn en die is deze week uitgevoerd. Zuster Tine Hardeman, die wacht een operatie en van de week moesten ze even het ziekenhuis kijken met een kleine operatie wat ze kunnen gaan doen. En Henk Buitenhuis is in een onderzoekstraject in de hoop dat ze weten wat de oorzaak is. En er wordt een spierziekte verwacht. We samen danken en bidden. Er is een God die hoort, dat wist Israël, uw volk. Daarom ging dat kleine kistje mee onderweg. Teken van uw nabijheid. Ik wil je ontmoeten, had u gezegd tegen uw mensen. En ik zal tot jullie spreken. Dank dat u ons ook ontmoette en tot ons sprak op die momenten. We samen kwamen met de familie Kloeseman, familie Kieskamp en de familie van Elburg, toen ze hun geliefden moesten loslaten. Dank dat u ook met ze meetrekt, nu ze met een lege plek moeten leven. En wat is dat confronterend? En wat is dat vreemd? En wat wen je daar niet aan? Maar u zegt, ik ga mee. Ik blijf in je buurt. Mogen ze dat blijvend ervaren. En we danken u voor de levens van broeder Kloeseman, voor Eva Ieskamp en voor zuster van Elburg. En dat u wat ze gedaan hebben, dat u dat zegenen wilt, ook voor wie hun achterblijven en voor wie hun missen zullen. We bidden voor wie troost heeft nu. En wie troost nodig heeft nu. En ook wie kracht nodig heeft voor het traject van een ziekteproces. De weg naar hopelijk genezing. We noemden net namen. Denkt u aan hen. En als er nu zoveel mensen met ons mee verbonden zijn door Radio 794, dan bidden we voor al diegenen die thuis meeluisteren. Of meekijken. En die weten, u hoort ook mij. U kent ook mijn leven. Ik mag ook voor u bestaan. Mag uw nabijheid helpend zijn. En voor die wereld bidden we. Een chaoswereld. Op zoek naar een vaccin. Zegt u dat proces. Maar ook mensen die leiding moeten geven in allerlei lastige vragen. Geef wijsheid, Heer. Laat uw woorden op die stenen tafelen gegrift in dat kistje leidinggevend mogen zijn. En wees u met ons, met ieder van ons, als we deze nieuwe week beginnen. U draagt ons en u houdt ons staande door uw kracht. Amen. Straks bent u in de gelegenheid om uw gaven te geven. U ziet het op het scherm. De bestemming is voor de gemeente, maar ook voor coronahulp, vooral richting Afrika. En hoe u dat kunt overmaken, dat wordt straks duidelijk op het scherm. Dus blijf ook even kijken naar de uitzending van deze dienst. Want dan kunt u via gift of via een bankrekeningnummer of op een andere wijze uw gave geven. Hier wordt straks uw inzameling gevraagd bij het vertrek in de hal. Het slotlied mag zijn dat we vervuld van uw zegen straks naar huis mogen gaan. Ik stel voor dat we straks na dat lied gaan staan voor de zegen en na de zegen weer gaan zitten voor het lied wat daarna volgt.
Gezegende mensen, die mogen ook tot een zegen zijn, dat zongen we net. Zo gaan we straks ook van hier, gezegend en tot zegen van anderen. Vanmiddag hebben we hier de eerste gezinsdoopdienst. Daar kunt u naar kijken om 3 uur. En vanavond Heerde zingt, de laatste van een hele reeks dit seizoen. En bij het vertrek straks gaan wij nog horen van een lied. Prachtig, al de weg leidt mij mijn heiland. Dat zegt ook iets over dat kistje, die ark. Op al de wegen gaat God met u, met jou mee. Wees gezegend en hou het vast. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met ons allemaal totdat Jezus komt. Amen.